Zit je weer klaar voor? Heb je voldoende energie? Dan gaan we van start over, hoe toepasselijk, een paragraaf over energie, namelijk elektrische energie. Let op. Eerst de energie. Nou, in een batterij zit energie en daar kun je dus verschillende dingen mee doen. Je kunt bijvoorbeeld een radio op laten afspelen. Je kunt het in zo'n konijntje doen en die huppelt dan lekker weg. Heel irritant overigens. Of je kunt bijvoorbeeld een zaklantaarn erop laten schijnen. Allemaal energie die uit de batterij komt, elektrische energie. Energie heeft natuurlijk ook een symbool en dat is wel makkelijk. Hoofdletter E is het symbool voor energie. De eenheid van energie is de hoofdletter J en die staat voor joule. Joule, ja, wat is joule? Nou, deze man die heet joule, hij is ook weer natuurkundige en daar is deze eenheid naar vernoemd. Maar wat betekent nou de energie joule? Wel, stel je voor, je hebt een pak suiker, 1 kilogram, en die staat op tafel van 1 meter hoogte. Als nu de pak suiker naar beneden valt, 1 meter lang, 1 meter diep, of hoe je het ook maar mag noemen, dan zal er 10 joule aan energie vrijkomen. Dus dan heb je een beetje idee wat betekent als je een energie hebt van 1 joule. 1 joule betekent dus dat 100 gram naar beneden valt, 1 meter diep. Oké, dat is energie dus. Energie in joules. Vermogen heeft veel met die energie te maken. Vermogen is namelijk de hoeveelheid energie, niet in totaal, maar per seconde. Vermogen, eerst even het symbool. Hoofdletter P is symbool voor vermogen. Onthoud van het woord power. En de eenheid voor vermogen is de watt. En het is energie per seconde, dus je kunt vermogen berekenen met de energie in joules gedeeld door de tijd in seconden. En dan krijg je het vermogen in watt. Dus stel je voor, die konijn, die heeft in totaal bijvoorbeeld 5 seconden nodig om te verdwijnen. Gaat u maar. En daarvoor gebruikt hij 10 joule aan energie. Dat is vermogen dus 10 gedeeld door 5 is 2, dus het vermogen zou dan 2 watt zijn geweest. We gaan het vermogen nu eens bekijken met elektriciteit. Wat hebben we hier? We hebben hier een lampje, 9 volt. En om het lampje goed te laten branden, heeft hij 90 mA nodig. Nou, het treft, we hebben een batterij van 9 volt. En we hebben een amperemeter en die zit keurig in de stroomkring vast. We gaan de schakelaar sluiten en inderdaad, het lampje brandt perfect en de stroomsterkte is 90 mA. Betekent dus, in het lampje wordt de elektrische energie omgezet in een andere vorm van energie, namelijk licht en warmte. En omdat dat ook natuurlijk een bepaalde tijd nodig heeft, betekent het dat je daar een elektrisch vermogen voor nodig hebt. Oké, stel je voor, we hebben 2 lampjes. 2 lampjes, ieder weer van 9 volt en ze zitten naast elkaar, parallel. Je wilt ze beiden even goed laten branden, betekent dus dat je dubbel zoveel energie nodig hebt. Maar, let op, ze zitten mooi parallel, betekent dus dat je 9 volt voldoende hebt, want naast elkaar betekent dat ze beiden 9 volt gewoon nodig hebben. Denk aan die 2 batterijen die parallel naast elkaar zaten. Ja, daar veranderde de spanning ook niet voor. Wij gaan de schakeling weer sluiten en je ziet, beide lampjes branden op de juiste wijze. Het bovenste lampje heeft 90 mA nodig. Het onderste heeft 90 mA nodig. Dat betekent dus dat in totaal 180 mA aan stroomsterkte is. Betekent dus ja, dat je voor een dubbel zoveel elektrisch vermogen, want ik wil beide lampjes branden hebben, dus ik heb dubbel zoveel vermogen nodig, is het voldoende om de stroomsterkte ook te verdubbelen. Dus stroomsterkte 2 keer zo groot, elektrisch vermogen 2 keer zo groot. We kunnen 2 lampjes ook achter elkaar doen en achter elkaar betekent dus in serie. En denk weer aan die 2 batterijen in serie.
Dan moest je de spanning bij elkaar optellen. Dus ik heb hier 9 volt nodig. Ik heb daar 9 volt nodig. Dus ik heb in totaal 18 volt nodig. 18 volt. Om dit lampje goed te laten branden, heb ik 90 mA nodig. Maar als hier 90 mA doorheen gaat, dan gaat automatisch hier ook 90 mA doorheen. Want het is één en dezelfde weg. We gaan de schakeling weer laten werken. En inderdaad, beide lampjes werken prima. De stroom is 90 mA. En ik heb weer 2 keer zoveel elektrisch vermogen, want ik heb 2 lampjes nu branden. En je ziet dus, ik had zo net 2 keer zo'n grote stroomsterkte, maar om 2 keer zo'n groot vermogen te krijgen, kan ik ook de stroomsterkte constant houden en de spanning 2 keer zo groot houden. Dus, of spanning, of stroomsterkte. We gaan weer even terug naar het vermogen. We hadden vermogen is E gedeeld T, maar we kunnen elektrisch vermogen ook berekenen door U keer I te doen. Dat is dus de spanning in volt maal de stroomsterkte in amperes. En dan krijg ik het vermogen in watt. Even een voorbeeldje. Stel je voor, je hebt een Discman, een MP3-speler of een konijn, maakt niets uit. En daar zitten 2 batterijen in van 1,5 volt. Je wilt ze 2 minuten en 30 seconden aan het werk te laten. Ja, voor een Discman is het afspelen van geluid. Maar voor een konijn is bijvoorbeeld dat hij 2 minuten en 30 seconden rondje moet lopen. En dan is er een stroomsterkte van 57 mA aanwezig. De vraag is, hoeveel energie leveren de beide batterijen bij het afspelen van deze track of bij het laten lopen van het konijn, noem maar wat. Oké, druk even op pauze. Probeer het eerst eventjes zelf te doen. Ik ga natuurlijk wel gewoon verder, maar druk zelf even op pauze. We beginnen natuurlijk met, wat zijn de gegevens? Wel, ik heb 2 in serie geschakelde batterijen van 1,5 volt. Betekent dus in totaal 3 volt is de spanning. De stroomsterkte 57 mA, maar je moet natuurlijk wel allemaal in de correcte eenheid doen. Dus 57 mA is 57.000ste ampère, dus 0,057 ampère. En de tijd in seconden, dus 2 minuten en 30 seconden, is 2 keer 60 plus 30 is 150 seconden. En daarvoor moeten we de energie berekenen. Nou, vermogen was E gedeeld T, dus E is P maal T. De tijd, die weet ik. De tijd is 150 seconden, dus ik moet nog P weten. En P voor elektrische energie, die kan ik berekenen, want die is U keer I. En daar weet ik alles van. Je vult voor U 3 in, voor I 0,057 en je ziet dus dat je 0,171 watt nodig hebt. Dat combineer ik met de E is P keer T en je hebt een energie nodig van 26 joule in totaal. In meterkasten bij je thuis kan het voorkomen dat je zo'n soort apparaat aantreft. Dit is een ouderwets apparaat. Je hebt tegenwoordig ook digitale apparaten. Maar het zijn meters die jouw energieverbruik meten. Als je goed kijkt, dan zie je dit erop staan. Een beetje een wat vage foto, maar we gaan het even verduidelijken. Kijk, dit staat erop. KWH. En KWH staat voor kilowattuur. Wat is nu kilowattuur? 1 kilowattuur. Stel je voor, je hebt een apparaat en die heeft een vermogen van 1000 watt en dat apparaat staat 1 uur aan. Je ziet al 1000 watt, kilowatt en een uur, dat is de kleine letter H. Wel, dit apparaat verbruikt op dat moment dan 1 kilowattuur aan energie, gedurende dat uur dus. Oftewel, kilowattuur, dat is een eenheid voor energie.
Vergis je niet, het is dus niet eenheid voor vermogen, ondanks dat het woord kilowatt erin zit. Nee, het is een energiemaat. Kun je afvragen van, ja, hoeveel joule is dan 1 kilowattuur? Wel, 1 kilowattuur, de kilo staat voor 1000, de uur staat voor 3600 seconden, en dus is 1 kilowattuur gelijk aan 1000 keer 3600 is 3,6 keer 10 tot de macht 6 joule aan energie. 1 kilowattuur is hetzelfde als 3,6 keer 10 tot de macht 6 joule aan energie. Even een voorbeeld. Stel je voor, je wilt een was doen en je hebt daar een wasmachine voor en vermogen is 1700 watt. Een normale waarde voor een wasmachine. De wasbeurt duurt 1 uur en 35 minuten en je wilt graag weten hoeveel energie vraagt dit. En natuurlijk wordt het dan gevraagd in kilowattuur. Wel, druk eerst eens even op pauze en kijk eventjes dan of je er zelf uitkomt. We beginnen natuurlijk weer met de diverse gegevens. 1700 watt en 1 uur en 35 minuten. Normaal zet je alles in de eenheden, seconden en wat, maar in dit geval energie wordt gevraagd in kilowattuur en dan kun je het beste het vermogen in kilowatt opschrijven en de tijd in uren. Want je ziet dus vermogen maal tijd, kilowatt maal uur en dan krijg je dus meteen de energie in kilowattuur. Dat gaan we dan ook doen. Ja, 1700 watt is 1,7 kilowatt. 1 uur en 35 minuten is 1,58 uur. Dat krijg je door bijvoorbeeld 1 plus 35 gedeeld door 60 te doen. 1 plus 35 zestigste is 1,58 uur. Als je dat invult, krijg je 2,7 kilowattuur. Dus de was kost 2,7 kilowattuur. Stel je voor, je hebt een lamp en je stopt daar wat energie in. Dan is het een logische volg dat zo'n lamp begint te branden. En dat is ook de bedoeling, dat die licht geeft. Maar helaas geeft zo'n lamp ook warmte. En dat is niet zo leuk, want dat is energieverlies. En dat is rendement. Rendement geeft aan hoeveel procent van de energie die je erin stopt, nuttig wordt gebruikt. Rendement, het symbool lijkt op de letter N, kleine letter N, maar het is officieel de Griekse letter eta. En de eenheid, het is niet een echte eenheid, het is een percentage. En dat zie je ook wel als je naar de formule kijkt, hoe je rendement kunt berekenen. Namelijk rendement is energie gedeeld door energie. Dus je deelt twee gelijke dingen op elkaar. Betekent dus dat je geen eenheid overhoudt. Maar goed, even een klein voorbeeldje. Stel je voor, je stopt 250 joule energie in een lamp. En je meet eventjes erachteraan en het blijkt dat er 50 joule aan lichtenergie vrijkomt. Betekent dus dat 200 joule verlies is in warmte. Maar die 50 joule, dat is dus dan het hoeveelheid nuttig is. Wat is dan het rendement van deze lamp? Wel, je hebt 50 nuttig, je deelt door het totaal, 250, even keer 100, en dan zie je dus dat 20% het rendement is. 20% van de energie die je erin stopt, ja, 20% van de 250 joule, wordt nuttig gebruikt. In plaats van energie kun je trouwens ook werken met vermogen, want vermogen is energie per seconde. En als je dat boven en onder de deelstreep doet, dan maakt het niks uit. Dus je kunt ook met vermogens werken. Hoeveel vermogen stop je in de lamp en hoeveel vermogen geeft de lamp terug? Wel, zo erg zal het wel niet met je zijn, maar het zit erop en je hebt nu wel een beetje rust verdiend. Het is je gegund. Tot ziens.